Ja, hier in Almere met Yannick Franke, man of the match. Yannick, een van de vragen in de persconferentie ging net over jouw opa, over Wim. En zijn 43 punten die hij scoorde, jij had er 30. Je vertelde het net al in het Engels, maar ook nu even voor onze gewoon Nederlandse kijkers. Ja, hoe is het voor jou om in Oranje te spelen, ook met de familie legacy natuurlijk, je vader, je opa? Ja, zoals ik net ook al zei, Arie, het is nu 3 generaties. Ik ben nu ook al 8 jaar bij dit team of de organisatie. En wat ik merk bij mezelf is dat een soort vlammetje begint te borrelen of omhoog te komen. Dat ik met het nationaal team echt wel ergens naartoe wil. Waar je in het begin ben je een beetje jong en dan denk je, nationaal team. Kan ik nu echt inderdaad, als we dan in IJsland zo'n wedstrijd zo... Ja, dof spelen en niet aan de start verschijnen. Ook idem dito ik, hè. Ook vandaag in het begin kan ik me zo opvreten. Ook. En als ik in zo'n hotel zit en dan denk ik van ja, weet je. Als wij dan het doel hebben om, zeg maar, ik ben aangesloten met oude garde. Oude garde, met alle respecten, maar met de Wurties, met Charlon. En hoe wij hebben gestreden om naar het EK te komen, dan kan ik me inderdaad dus zo opvreten als wij het in eigen tegen IJsland spelen en dan het gewoon zo weggeven. En dat zou ik eerlijk gezegd vroeger niet hebben, maar nu zit ik dan echt, ja, denk echt van ja, KUT denk ik dan, ja, dat mag gewoon niet gebeuren. En het nationale team is ineens zoveel voor mij gaan betekenen en ik vind het ook heel leuk om voor Orange Lions uit te komen. En uiteindelijk, om terug te komen bij je vraag. Ja, uiteindelijk is het een record wat denk ik niet verbroken zou worden. Dat zou ik heel eerlijk zijn. Ik bedoel, 43 punten deze dagen, dat is heel exceptioneel. Maar 30 is ook een mooi aantal. En uiteindelijk koop je er niks voor, helaas. Maar ik ben, zoals ik zei, in ieder geval blij hoe we vandaag gestreden hebben. Want het zag er niet goed uit afgelopen vrijdag. En vandaag, wat ook coach zei... eigenlijk moet je toch heel eerlijk perspectief zien. Wij hebben alleen, ik die in de ACB speelt en er zijn een paar andere guys die Lab Oro spelen en Shanlon in Porto. Maar aan de andere kant heb je gewoon Polonara die bij, ik geloof even, Fenerbahce speelt. Je hebt Fontecchio bij Baskonia. Het is gewoon Euroleague en ik heb daar ook nu gestaan in de ACB en het is gewoon een high level. Elk punt matters, elk detail. Het is eigenlijk geen enkele seconde kan je niet kijken, want dan ligt de bal er al in. Maar dat zijn wel de wedstrijden waar je het van leert en dat vind ik wel mooi. Ik vind dat mooi om dat te zien altijd en ook in de ACB. Ik vond het wel, je moet wel inzetten, maar als je er achteraf dan naar kijkt, genoot ik er wel altijd van. Het is leuk, Yannick, je deed me terugdenken aan Zagreb. Toen zat je eigenlijk net, brak je ook een beetje door, hè? Dat is dus ook alweer 7 jaar geleden. Ja. En nu ben je ook zelf een beetje een van de veterans, inderdaad. Ja. Trouwens, je opa deed dat natuurlijk. Toen hadden we er nog geen 3-punters. Dat was helemaal knap. Zit ik nu net te bedenken. Ja, nee. Jij gooit de 3-punters erin. Dat schiet lekker op, ja, natuurlijk. Nog heel even over die 3-punters. Volgens mij kreeg je nog een high five van Toonhoed op een gegeven moment. Kun je dat herinneren? Ja, toevallig. We spraken elkaar voor de wedstrijd even. Kijk, uiteindelijk is het ook zo, je speelt heel vaak tegen elkaar. Hè? Dus dan op een gegeven moment weet je wie aan de andere kant een beetje de spelers zijn. Ik weet Toonhoed, ik volg hem al heel lang. Hij heeft wat moeilijke jaren ook gehad bij Venice, waar ik toen ook met coach heb gespeeld bij Trento. Had hij wat moeilijk, maar ik zag hem dit jaar mooi zijn stap maken eigenlijk, ook vorig jaar. En ja, in Italië is dat een mag tekenen voor Milaan is natuurlijk. Dat is een droom voor iedere Italiaan, misschien wel ook in ieder buitenlander natuurlijk, want het is Euroleague. Maar uiteindelijk heb je een mutual respect voor elkaar op het veld. En weet je, als iemand een bal maakt en op een gegeven moment 30 punten is best wel speciaal soms. Dat gebeurt niet elke dag. En ik heb ook heel veel respect voor zijn game, want ik bedoel, zoals ik zei, ik volg hem al een tijdje. En dat is altijd wel lachen. Dat, zoals ik zei, dat zijn altijd van die games. En als je tegen zulke spelers speelt, dan heb je gewoon respect voor elkaar. Weet je? Je weet dat je elkaar kan spelen. Ja, tegen elkaar kan spelen, iedereen kan spelen. En als het dan goed gaat, dan moet je ook gewoon soms respect hebben voor de ander. Soms hebben ze dat voor mij, soms heb ik dat ook voor de ander. Ja. Absoluut, echt basketballers onder elkaar. Eén vraagje nog, Yannick. Ja, jullie gaan... Thanks for sharing. Hartstikke leuk, joh, om je weer te zien natuurlijk. Yeah. Nou, eerste stapje even. Jullie gaan natuurlijk naar Praag. Wij zijn er ook bij. Yeah. Eurobasket, daarvoor, dat werd net even genoemd, heb je ook nog een stukje WK-kwalificatie, yeah. Want jullie hebben je geplaatst voor de volgende ronde. Yeah. Maar toch even over dat EK. Coach zei het al. We hebben vandaag laten zien dat we heel goed kunnen meespelen. Yeah. Maar er moeten nog details, hè, er moet aan de details gewerkt worden. Wat zijn nou de details waar jij denkt dat de coach aan gaat werken? De details, coach had het eigenlijk wel goed benoemd. Als in de zin van, als het geheel niet klopt, kan je praten over de details. Maar het geheel klopt niet. Dus in al die wedstrijden is de effort gewoon, zoals ik zei, waar we zoveel jaren aan gewerkt hebben. Wat ook ons
naar het EK gebracht heeft. Dat was er niet. En dat voelde ik ook al twee windows, maar je kan er niet de vinger op de zere plek leggen. Het is moeilijk en soms moet het dan ook even een wedstrijd wel zo zijn dat je denkt van oké, dit is inderdaad wel even het level waar we naartoe moeten. En dat zei coach heel goed. Dan kan je aan de details werken. Dus nu zie je zo'n wedstrijd en kan je zeggen, oké, hier moet je er iets mee opzetten. Of hier moet je hem toch iets mee uitboxen, want hij loopt er zo in. Mm-hmm. En als je geen effort geeft, waarin bijvoorbeeld in IJsland, waar die grote gast drie keer mag tippen en dan de bal mag aan. Ja, we kunnen wel hebben over dat hij een wegtip, maar ja, waarom geven we niet eerst een beuk? Of zorgen we dat na die eerste tip ligt hij op de grond? En dan, ja, dat heeft coach al goed, ja, en dat zijn daar ga je dan uiteindelijk over de details. Ik moet eerst deze tape kijken, dus dat weet ik ook niet, maar ik denk dat de main reason, Charlon zei het hartstikke goed in onze kleedkamer bij rust, het harde werken, het effort geven, het weten dat wij eigenlijk een land zijn wat niet Euroleague speelt en dat wij eigenlijk 110, 120% elke keer moeten geven, want anders komen we niet aan te passen, anders komen we niet in de game. En bijvoorbeeld nu vandaag sta je eigenlijk 8 punten achter, 2-3 keer. Mm-hmm. En dan gaat de detail spelen. Dan is het dus, iemand had een turnover, misschien weet ik ook niet, maar ik miste een 3-punter. En iemand anders deed dat. Ja, en dan wordt het weer 11, 12. Oké, maar dan kan je praten over, oké, we zijn nu in een situatie en dan heb je details. Maar als je de effort niet hebt, dan kan je wel spreken over details. Maar ja, volgens mij kwamen jullie zelf nog terug tot 5. Laatste vraag dan, want we zeiden al, ja, je bent nu een veteran aan het worden natuurlijk. Je speelt bij hele mooie clubs, je zit al een aantal jaren bij Oranje. Nou waren er ook jongens, zoals Matt Harms is er sinds kort natuurlijk bij. En natuurlijk ook Jesse Edwards vandaag, die echt de crowd echt op de banken bracht met die onwijze tipdanken onder andere. Ja. Praat je wel eens met ze, wat zeg je dan tegen ze van, oké, jongens, je zit nou bij Oranje, up and coming. Wat probeer jij ze mee te geven als international? Jesse heb ik wel toevallig op het kamer gezeten, hebben we wel een beetje gesproken. Het is natuurlijk, had wel over dat het zijn eerste in het land was, wat hij dan wilde en zo. En Matt heb ik overigens vroeger mee gespeeld bij Harlem Lakers. Dus dat is ook wel tof, weet je, dat je dan, en die speelde ook Bundesliga, dus dat is ook een accomplishment. Dus het belangrijkste voor die gasten is, net zoals ik, het niveau proeven, leren en gaan. En op een gegeven moment eigenlijk de culture die wij hebben overnemen, dus dat het inderdaad echt hard gaat, dat je weet dat, weet je, we gaan het niet op individueel talent gaan we het niet doen. We hebben geen Kevin Durant die even step back 3 meter bij de driepuntlijn gooit. Ja, dat is gewoon best uniek als mensen dat doen. En ik denk dat het belangrijkste is van ons team is eigenlijk het samen zijn, het weten dat we samen het gaan doen. En dat miste ik de afgelopen 2 windows. En daar was ik ook eigenlijk best wel boos over, elke keer naar zo'n window. Want je voelt het, ik weet niet, als basketbal je zo lang meegaat, je voelt het in alles. Je voelt in alles dat het net niet klikt, dat het allemaal net, weet je, er gaat iemand naar de basket waar dat bijvoorbeeld bij het EK kwalificatie wel zo was dat er dan iemand stond. Nu stond iemand aan het kijken en het is net niet. Maar ja, dus, ik denk dat ze wel een leuke carrière tegemoet gaan. En wie weet staan ze hier ook over een paar jaar te lullen zoals ik. Dan moeten ze nog heel wat leren. Nee, zeker Jannik, heel mooi om jou hier weer te zien. Volle bak, jonge spelers erbij. En inderdaad, jullie hebben gewoon, ja, het was een heerlijke wedstrijd voor de neutrale toeschouwer. Net aan de verkeerde kant, maar tegen een sterke ploeg. Ik denk, het geeft ons in ieder geval heel veel moraal. En we blijven jullie natuurlijk volgen. Straks ook nog mooi die window in augustus. Ja. En dan natuurlijk in Praag. En ik zou zeggen, ja, het is alleen maar trainen tot die tijd. Jullie blijven bij elkaar gewoon. Ja, of heb je nog iets van vakantie? Nu 2 weken vrij. Ik moet wel zeggen, ik ben hard doorgegaan. Dus ik voelde wel aan het einde wel fysiek dat ik even wat rust nodig heb. Dus deze 2 weken wordt het wel kijken hoe ik toch wel mijn fysieke gesteldheid toch door kan zetten. Ja, maar uiteindelijk weten we het. Zulke zomers komen niet vaak. Dus we moeten gewoon doorgaan, ja. Mooi zo. Jannik Franken met zijn vandaag 30 punten tegen Italië. Jannik, tot snel. Tot in augustus en ook tot in Praag.